Ja, Hans, hoe ging hij normaal gezien beginnen? Met een zeer goede morgen en van harte welkom op dit korte Go Hack Yourself gebeuren met als rode draad NLP. En ik heb het genoegen om hier bij mij in dit webinar Stef van Averbeke en Karel Mortier te hebben. Vertel eens iets over jullie zelf bij wijze van introductie. Wie mag het beginnen? Doe maar, Stef. Oké. Dus ik ben Stef. Ik ben al heel lang geleden met NLP in contact gekomen. Eigenlijk de eerste keer in mijn tienerjaren. Want ik heb dat dan zo... Dat is dan een beetje van de radar verdwenen. En toen ik 35 was, ben ik daar opnieuw mee in contact gekomen. En dat was voor mij... Een ongelooflijke eye-opener. Dat was tijdens een coaching-sessie. En toen vroeg ik eigenlijk aan die coach, ja, wat kun je dat eigenlijk leren? En die zei van, ja, ik ga binnenkort trainer worden en dan kun je dat bij mij volgen. Ik heb dat nooit bij hem gevolgd, maar ik ben wel bij Robert Diels de cursus gaan volgen. Dus practitioner, master practitioner, trainer cursus gevolgd. En dat is intussen ook allemaal meer dan 10 jaar geleden. En sindsdien eigenlijk gewoon non-stop mee bezig geweest. Mooi. Ja. En Karel, ik hoorde de naam Robert Diels vallen. Ja. Je doet bij jou ook een belletje rinkelen. Inderdaad, het geluk gehad de afgelopen weken met Robert Diels in contact te komen. De opleiding NLP. Hoe ben ik in NLP terechtgekomen? Eigenlijk al heel mijn leven. Dus NLP, daar word je mee geboren. En het is maar in de loop van de tijd dat je ervan bewust wordt dat dit mogelijk de identiteit NLP krijgt. Dus het zijn heel wat vaardigheden, technieken, die zeggen van, dat lijkt allemaal wel vanzelfsprekend. Er zit een stukje natuurlijke aanleg. En dat zeg je ook, neurolinguïstisch. We hebben allemaal onze hersenen, we hebben allemaal die linguïstiek. En het wordt allemaal wat geprogrammeerd en het geeft een stuk een structuur. Dus zo in contact komen, hoe ben ik er mij in verdiept? Ja, ik geef intussen 25 jaar opleiding. De logische levels, logical levels van Robert Diels, ja, die liggen bijna dagelijks op de PowerPoint of in de pen in mijn geval. En dan heb ik wat in deze moeilijke COVID-tijden, ik blijf het zeggen, jullie dankbaar, mee in contact gekomen. En wel de training gevolgd bij mijn idolen. Maar er is dan nog altijd het superidool. En ik heb me daar dan de afgelopen weken in verdiept. En het zal ook nog een werk van lange adem zijn. Dus ik ben nu volop bezig met een NLP-eindwerk om global trainer te worden op korte termijn. Wauw, indrukwekkend. En alweer redenen voor mensen die dit nu aan het bekijken zijn, om eigenlijk meer te willen weten. Hè. Als ik kijk naar mijn verhaal, ik ben in 2017 verhuisd naar de Happiness Farm waar ik nu woon. En daar komt natuurlijk ook het legen van de zolder bij, hè, de oudere woning. En ik ben daar op een doos gevallen uit de jaren 80, waar ik documenten in vond over NLP, zonder dat ik toen eigenlijk wist dat het NLP was. Maar... Dus ik was er blijkbaar toen ook al door getriggerd, zonder het goed te beseffen. Ik herinner mij ook nog een moment, dat moet 96 geweest zijn, denk ik, dat mijn zakenpartner mij in contact bracht met een zekere Colette, waarvan hij zei, is het een coach, hij is Franstalig, het is een coach die fenomenaal werk levert. En pas vele jaren later... Het moment herinner ik mij nog, ik zie mij nog in die zaal zitten, ik hoor haar nog uitdagende vragen stellen en dingen herkaderen. En pas zoveel decennia later heb ik beseft van, eigenlijk was zij bezig met mij anders te doen kijken en voelen met betrekking tot de realiteit. En dat heeft toen, en ik herinner mij nog altijd, voor mij was dat een keerpunt in de manier waarop ik in het leven stond. En dat heeft, dat is een sessie die misschien een kwartiertje geduurd heeft, hè. En dan in 2009, denk ik, of 2010, ben ik mij dan ook wat beginnen te verdiepen daarin, ook de trainingen gevolgd. En sindsdien, zonder dat je daarom doet, wordt dat een beetje de rode draad, hè, door vele activiteiten. Het is zo, ik heb
toen we hier kwamen wonen, dacht ik ook van het is het moment om een nieuw koffiezetapparaat te kopen. En ik kocht dan zo'n Philips met bonen en met 1000 knopjes van voor erop. En ik heb daar zo heel lang gewoon koffie mee gemaakt, weet je. Tot er eens iemand langskwam die zei van, ah, maar ik heb ook zo'n machine. En dat was iemand die tijd nam om dat allemaal uit te pluizen. En die heeft mij zo op een kwartiertje zo wat extra trucjes geleerd, waardoor mijn koffie nu veel beter smaakt, waardoor ik ook heel andere types koffie kan maken. En dat soort handleiding, dat heb je niet in het leven. Je wordt gewoon in het leven gesmeten en het is van, ja, doe maar op. En je doet het, omdat je waarschijnlijk genetisch ook wat vermogendheden meekrijgt om het te doen. Maar het is pas als die handleiding open gaat, of als je mensen rond jou zo hier en daar zo is, van, heb je op dat knopje eigenlijk al een keer geduwd? En hoeveel knopjes heb je eigenlijk waar je zou kunnen opduwen? En hoe zou die smaak nog kunnen veranderen? En wat zou voor jou misschien nog een leuke smaak zijn? Dat ineens die koffiemachine en het leven een heel andere dimensie krijgt. En dat is iets wat we met ons allen ook graag uitdragen voor zij die het willen horen. En ook dat is weer interessant. Ik zat vorige zondag aan tafel met iemand die al weet, jaren weet waar ik mee bezig ben, maar altijd dat zo'n beetje bekeek van op. Hè. Ja, maar Hans, die is eigenlijk een tolk die zich dan zo wat bezighoudt met psychologie, quote-unquote. En die is toevallig een boek beginnen te lezen over die materie, maar dan onderbouwd met quotes van erudite professoren en onderzoekers en vorschers. En voor haar was dat nu ineens allemaal credible. En toen ik het haar hoorde zeggen, was dat zoiets van, ik zwijg, maar eigenlijk is dat wat wij bij de breinpiraten doen. Dat stukje neurologie, het stukje leven, het stukje filosofie, het stukje, ja, hoe sta je tegenover de dingen, wat kan je er allemaal mee doen, naar de oppervlakte brengen, zodanig dat eigenlijk die 90% of meer van onze onbewuste die ons leven stuurt en die zorgt voor die softwareroutines in ons hoofd, dat we daar een beetje meester over worden. En dat we onszelf dus ook kunnen hacken, maar dan in de positieve zin en de ethisch verantwoorde hacking zin. Ja, ik vind het een heel leuke woordspeling wanneer je spreekt over de handleiding. Mensen mogen niet verwachten dat ze zo'n handleiding hebben om in het leven te staan. En dan wil ik de woordspeling, het is geen handleiding, je neemt de leiding altijd wel zelf in handen. Maar je krijgt eigenlijk heel concrete inzichten eerder dan tools. We hebben onze toolbox wel, maar bekijk dat niet als kant-en-klare technieken om beter in het leven te doen. Je neemt nog altijd de leiding zelf in handen. Dat is even een inspelen op die handleiding. Absoluut. Zeer zeker, ja. Je hebt na verloop van tijd die handleiding niet meer nodig om een eigen creatieve koffie te maken die niet eens in die handleiding stond. Voilà. Het is een beetje, wij leveren de mengtafel aan en we leggen de basisbegrippen uit van de audio engineering. En dan is het van, kijk, maak je muziek en zet de schuivertjes zoals ze voor jou goed klinken. En trouwens, die metafoor gaat ook weer goed op, want als ik voor een optreden met de geluidsmensen afspreek om de soundcheck te doen. Het eerste wat zij gaan doen, is gaan kijken naar de zaal. Wat wij dan het generatieve veld noemen. Ze van, waar gaan de dingen hier gebeuren? En dan wordt er gekalibreerd en dan wordt er aangepast aan de veranderende omstandigheden. Want een lege zaal en een volle zaal geeft weer een heel andere akoestiek. En mochten zij dan met die parameters van zaal A, de parochiezaal op de heikant hier iets verder, naar, ik zeg maar, iets Vorst Nationaal trekken, en die parameters gewoon zo laten staan, ja, dan is de kans groot dat na een kwartiertje concert heel Vorst leegloopt en mensen zeggen van, dit klinkt niet of dit is het niet. En dat is ook een beetje die flexibiliteit, dat aanvoelen, dat plastisch kunnen zijn met de dingen en snel, zodat dat soort meesterschap hebben om zowel jouw doelstellingen, maar ook natuurlijk met respect voor het hele ecosysteem om die te bereiken. En daar zijn wij eigenlijk mee bezig. Daar geven wij handvaten voor. En we laten de mensen vooral de dingen doen. Hè. Dat vind ik zo leuk aan de hele opleiding. En ik herinner mij dat zelf ook als zeer waardevol. Het is geen theoretisch verhaal. Hè. Onze NLP-opleidingen, dat is werken. En vooral amuseren, maar ja. Een andere metafoor die ik ook dikwijls gebruik is, NLP is eigenlijk
niet alleen een toolbox, het is vooral een speeldoos. Ja. Met allemaal Lego-blokjes en andere zaken die erin zitten. En je bepaalt eigenlijk zelf in grote mate van ja, hoe combineer ik nu bepaalde zaken in functie van wat er zich aandient op dat moment. En het is die flexibiliteit en die vrijheid die eigenlijk in staat stelt om te kunnen inspelen op gelijk welke situatie. En dat geeft een enorme... dat is enorm empowerend. Omdat je... Ja, iedereen heeft dat wel een keer voor gehad. Hè. Je komt in een bepaalde situatie, dat kan een gesprek zijn, dat kan een bepaald gebeuren zijn, een bepaald evenement, of je moet zelf voor een groep gaan staan. En plots, zo van, ja, wat nu? Ik ben het even kwijt. Wel, met NLP, met die speeldoos vol Lego-blokjes, vind je altijd wel een stukje dat je er weer kunt opzetten. Absoluut. Dus, je bent nooit niet einde verhaal. Je hebt altijd... hier is de volgende stap. Want dat, zelfs als iemand... bij manier van spreken, jou in een hoek zou duwen, of dat proberen, hè, dan nog, en zeg je, oh ja, dat is interessant wat dat er gebeurt. Ja. en dat geeft mij nu de mogelijkheid om weer dat of dat of dat te doen. En dat is enorm ja, vermogend eigenlijk. Hè. Ja. Ja. En dat kun je gebruiken zowel in day-to-day conversations, met je kinderen, met je partner, met mensen die je coacht, met collega's, zeg maar, met klanten, eender waar. Ja, het is goed dat je dat ook even aanhaalt, want ja, de vraag die mensen zich ook wellicht kunnen stellen is van, ja, voor wie is dat dan? Moet je dan coach worden? De mensen die bij ons de revue passeren, zoals hij zegt, zijn particulieren die zichzelf wat willen verfijnen. Gewoon mensen die zeggen van, wauw, ik heb er iets van gehoord en dit lijkt me wel wat. En die dat dan toepassen, zoals je zegt, met hun kinderen, met hun partner. Maar evengoed managers, teamleiders, mensen die het professioneel willen gaan inzetten of gewoon niet gaan inzetten, maar die gewoon ja, de kracht willen uithalen om het te gaan doen. Hè. Dus ja. Inderdaad, ja. Eigenlijk heel, heel breed. Hè. Ja. Judith Lozier, de goede vriendin van Robert Dilt, die eigenlijk ook de nieuwe generatie NLP heeft ingezet, de derde generatie, samen met Robert Dilt, is een hele playful lady, dus een intussen oudere dame. En dat, die passie, dat spat eraf. En zij noemt het eigenlijk Tools for Dreamers. Ja. En dat is toch iets dat mee blijven... blijven hangen. Tools for Dreamers. Judith Lozier. Ja. Ja. Ja, voor mensen die een droom hebben, hè, voor eigenlijk iedereen. Hè, iedereen heeft ergens een droom. Ja. Wat dat hij wil bereiken. Ja, of wat dat hij zou willen nog ooit een keer willen meemaken of doen. Ah ja, dan geeft NLP daar interessante tools voor. Hè. Ja. Ik denk dan vaak terug aan een wijsheid die ik voor de eerste keer gehoord heb van Mike Mandel, ook een van de mensen met wie we af en toe samenwerken. Degene met de meeste opties staat het sterkst. En enfin, behalve als je echt graag zwak in het leven staat. Is ook een optie natuurlijk. Is het leuk om opties te hebben? En opties zijn verschillende manieren, verschillende variaties om een bepaald doel te bereiken. En dat gaat een beetje hand in hand met een andere gekende boutade. Van als je altijd doet wat je altijd gedaan hebt, ga je altijd krijgen wat je altijd gekregen hebt. En als wat je krijgt is wat je wil, verander dan vooral niks. Doe dan gewoon verder. Maar als wat je krijgt steeds weer opnieuw zoiets is van het gaat, het is toch dat niet en ik zou niet weten hoe ik het moet doen en dit en dat. Ja, begin dan niet te verwachten dat dat resultaat van zichzelf zal veranderen, maar begin met het creëren van meer opties. Het anders benaderen. Hè. Iemand die vooral veel denkt, als die begint te voelen over iets. En beste kijkers, met betrekking tot wat je nu aan het beleven bent, voel zelf ook eens wat je daarbij voelt. Mm-hmm. En ga ook eens naar wat je daarover denkt. En bekijk voor jezelf ook eens wat voor jou een volgende stap zou kunnen zijn om hiermee aan de slag te gaan. Het zijn drie benaderingen rond hetzelfde gebied. Gaan we drie kaarten openen. Beetje zoals op onze GPS, de verkeerskaart, de satellietkaart, de 3D-kaart kunnen openen. Zelfde realiteit, verschillende manieren om ze te bekijken, te benaderen. En we gaan telkens weer nieuwe dingen zien. Ik was in juli in Mallorca en als we de verkeerskaart namen, dan wisten we ongeveer
hoe snel we van het zuiden naar het noorden konden rijden. En als we de satellietkaart namen, dan kwamen daar plots in het noorden tal van kleine gezellige baadjes waar we zagen of het een zandstrand of een keistrand was. Mallorca is niet veranderd, hè? Nee. Maar de manier waarop je kijkt naar Mallorca is veranderd, waardoor je ook anders... Ja. En het doet zo mij denken aan het woord improvisatie. En wat ik mij ook blijven hangen is, wat is improvisatie? Improvisation is bringing something unplanned with a purpose. Ja. En dat doet mij denken aan jouw verhaal van Mallorca, het plan, we improviseren, maar het geeft toch wel een bepaald doel, iets onverwachts plannen met een... toch een bepaald doel. Ja. Dus improvisatie, die toch ook wel een heel belangrijk onderdeel is van het NLP. Improviseren, het in de handen hebben, maar het heeft altijd wel een doel. Niet improviseren, om te improviseren. Een van die typische uitspraken die NLP'ers hebben, is zo, we werken met wat zich aandient. Hè. Ja. Zo, allee, kan gelijk wat zijn. Hè. Zelfs weerstand, zelfs iemand die in een... hulbuil schiet of gelijk wat. Dus eender wat, we werken met wat zich aandient. En zo de grootste vrijheid krijg je wanneer dat je ook beschikt over de tools om vrij te kunnen zijn. Dus te zeggen, je woont in een dorp, je hebt geen fiets, je hebt geen auto, ja, dan ga je vrijheid eerder beperkt zijn. Ja? Ja. Heb je een fiets, een auto of andere vervoersmogelijkheden, dan is de sky the limit, hè. Dan heb je opties, hè. Ja. Dan heb je opties, dus. En dat is ook weer wat dat NLP geeft, heel concreet. Dat je zegt, bijvoorbeeld in een gesprek, dat je zegt van, ja, maar welke... Bijvoorbeeld, om een heel plastisch voorbeeld te geven, veel mensen hebben zo, als ze op een receptie gaan, of op een netwerkevent, en ze kennen daar niet veel mensen, of niemand misschien, zo, hoe ga ik hier een gesprek aangaan? Ja, wat moet ik precies gaan doen? Wel, NLP geeft je daar de tools voor. De score bijvoorbeeld op de logische niveaus zijn hele handige gespreksmodellen die je op dat moment kunt inzetten, waarmee je eigenlijk al van in het begin de tools hebt om vrij te zijn op dat moment. Om flexibel te zijn, creatief te zijn, te improviseren. Ja. Ja. We waren bijna op improvisatiekoers, want Hans was even verdwenen uit de... Ja, ik ben op mijn opties aan het drukken hier. Ik denk dat het Tony Robbins was die ooit zei in een of andere quote van... mensen zijn gelukkig wanneer de events die zich afspelen rond hen samenvallen met de blauwdruk die zij gemaakt hebben van het leven. En als het leven dan zo loopt, zijn ze eigenlijk blij. Nu... Voor mij is dat eerder de uitzondering dan de regel, dat alles gewoon perfect loopt zoals dat je het eigenlijk in je blauwdruk staan hebt. En dan opnieuw, aan de events kan je vaak niet veel veranderen, maar aan de blauwdruk, aan jouw blauwdruk, kan je gaan sleutelen. Aan de manier waarop dat je met de evenementen omgaat. En het is die flexibiliteit. We kennen allemaal mensen die voet bij stuk houden dat wat zij in hun hoofd hebben... Dat is wat moet gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan is bij wijze van spreken het kot te klein. Ja. En dat creëert natuurlijk zowel op de werkvloer, maar ook vaak in privérelaties, spanningsvelden, die je soms liever kwijt bent dan rijk. Ja. En het leren werken met jouw blauwdruk, het flexibel zijn, zonder dat je jouw eigen verloochent. Laat dat duidelijk zijn. Jouw waarden blijven natuurlijk zoals dat jij ze wil. We gaan geen dingen wegduwen. We gaan leren met het koffiekopje, we gaan dat leren zo bekijken. En dan staat plots voor mij dat oor rechts, voor jullie zal het oor links staan. We kunnen daar uren over discussiëren. Nu heb ik plots een kopje zonder oor, maar ik zie wel een oor. Daar kunnen we ook weer over discussiëren. Dus hoe kan je met dit hier, hoe kan je dit op verschillende manieren gaan bekijken, dat je zelf bijvoorbeeld ziet dat het nog vol is of leeg is, enzovoort, enzovoort. Ja. Jouw blauwdruk. Mooi. Wat mensen vaak zo NLP zo wat kritisch gaan bekijken, het zit wat in het esoterische. En toch is er, en inderdaad, de mond valt even open, het geeft toch wel duidelijke wetenschappelijke inzichten. Er is een duidelijke structuur, inzichten. Er zit een hele sterke cognitieve basis aan NLP. En voor mensen die op zoek zijn van, jullie zijn er allemaal aan het bezig met esoterisch. Nee, er is heel duidelijk
theoretische structuur waarop we gaan bouwen. En dat vind ik, dat mag en moet ook benadrukt worden. Ja. Ja, de ontstaansgeschiedenis van NLP is een beetje tumultueus geweest. Hè? Ja. En in het begin waren er inderdaad mensen die, met psychologen, wetenschappers, die eigenlijk zelf niet getraind waren met NLP, maar direct wel een oordeel klaar hadden. Want NLP heeft niet zozeer, je gaat niet zozeer op zoek naar de theoretische onderbouw, die is er wel, ja, ja. Maar is eerder van, we merken dat als we X doen, dat we Y als resultaat krijgen. Ja. En het is eigenlijk pas nadien dat de neurocognitieve wetenschappen verklaringen zijn beginnen vinden waarom dat iets werkt. Hè? Door de fMRI-scanners en dergelijke. Hè? Dat ze hersenen en hersenpatronen hebben kunnen in beeld beginnen brengen. Maar dus daarvoor was er gewoon enkel de, wat dat we noemen, de fenomenologie. Hè? Dus we hebben een bepaald fenomeen, maar we weten nog niet goed waarom dat het zo werkt. Maar als we het herhalen, als we de techniek meenemen, herhalen, kopiëren, dan krijgen we vergelijkbare resultaten. Ja. Ja. En dus de wetenschap heeft eigenlijk een stukje verklaring gegeven in de decennia, de voorbije paar decennia, waarom dat NLP-technieken goed werken. En vandaag de dag zijn er effectief disciplines die wetenschappelijk en klinisch herkend zijn en die ingezet worden, zoals cognitieve gedragstherapie en zoals EMDR en dergelijke dingen, die hele goede resultaten hebben. Maar die NLP-practitioners al lang toepassen eigenlijk. Ja. Dus, en wat dat wij nu doen, is gewoon de wetenschappelijke opbouw, onderbouw gewoon meenemen in het verhaal. Ja. Van voilà, kijk, dat is wat dat we fenomenologisch kunnen zien. Als we dit gebruiken, dan zien we dus die resultaten. Je kunt het zelf gaan gebruiken bij jezelf, bij andere mensen. En dat is de wetenschappelijke onderbouw. Dus dan is de cirkel rond, hè. Ja. En de mensen die nu nog zitten te propageren van ja, er is geen wetenschappelijk onderbouw, die zijn echt niet up-to-date. Kijk, in de middeleeuwen waren er heel wijze vrouwen die wisten dat een huis een zekere hygiëne vroeg en die bezems maakten van grote takken met kleine takjes er rond gebonden en dan het huis uitbezemden. En die vaak één of meerdere katten hadden om kleine dragers van bacteriën en vlooien op tijd te vernietigen, zodat er een gezond ecosysteem stond in het huis. En als er plots paus Gregorius, ik weet niet meer of het de 8e of de 9e of de 10e was, maakt niet uit, die dacht van, laten we die mensen misschien geksen noemen, hè, want zij zijn bezig met dingen die wij niet echt kunnen aanvaarden of die niet passen in onze context. En er is van alles gebeurd dat geen uitleg behoeft. Wat dat trouwens, volgens bepaalde theorieën, verder ook nog zou geleid hebben tot de uitbraak van de pest en dergelijke meer, omdat er zijn nog nooit zoveel katten doodgedaan in die periode omwille van hekserij en associaties met hekserij. En ja, sommige mensen gaan NLP'ers nog altijd als heksen beschouwen, zeer goed. Zeer goed. Zolang dat ze ons niet op de brandstapel zetten. Liefst. Goed, wat zijn uw concrete volgende stappen voor mensen die dit hier volgen of bekijken? Wat kunnen we hen meegeven als takeaways? En wat bedoel je, Hans? Wat dat mensen zelf kunnen doen om... Bijvoorbeeld om hiermee aan de slag te gaan, om daar dingen mee te beginnen te doen. Ja. In de workshops die ik doe, en dat is niet alleen bij Jubion en bij de Breinpiraten, dus ik geef hele dagen workshops, komen er af en toe mensen die zeggen van maar ik herken dat wat je daar verteld hebt, dat is NLP. Hè? Dus ontstaat daar een kleine conversatie rond. Hè. Sommige mensen hebben ooit een keer een NLP-cursus gedaan. Hè. Hebben een workshop of een seminar gedaan, zoals dit hier. Of hebben een cursus gevolgd. En sommige mensen hebben ook gewoon een boek gelezen. Een keer een boek of een artikel gelezen. Of hebben het van een of andere cursus. NLP zit ook verweven. Heel veel coachingcursussen, communicatietrainingen enzovoort. En dan... Er is een onderscheid tussen kennen en kunnen. Hè? Dus je kunt een boek lezen over NLP. Dat kan, hè. Ja, dat zal zeer interessant zijn. En je gaat waarschijnlijk bepaalde
inzichten hebben en technieken en principes die, waarmee dat je een beetje gaat experimenteren. Maar om het echt in de vingers te krijgen, moet je het gewoon doen. En Hans heeft ook al een paar keer aangehaald, inderdaad, onze focus ligt gewoon heel hard op het doen. Het kunnen inzetten van de techniek. Je hebt gelijkwaardige situatie. Ja. En dat is maar dan de beste manier om dat te leren, is gewoon door het te trainen. Ja. En omdat dan een eerste stap daarin zou kunnen zijn dat je naar breinpiraten.be surft, dat is de website die je hier achter mij ziet, waarbij dat we zowel onze... Ja, je kan er een beetje zien wat we ermee bezig zijn, maar ook eventueel eens gaan kijken naar de agenda van de Breinpiraten Parlees. Dat zijn eigenlijk bijeenkomsten, s'avonds, waar dat je al voor de eerste keer wat dingen kunt beginnen echt te voelen en te beleven, om dan als volgende stap jou in te schrijven voor een van onze practitioner-opleidingen. We hebben de Practitioner Flex. Dat is degene waar we eigenlijk mensen verzamelen en dan gezamenlijk een agenda opmaken die voor iedereen past. We zijn ook beginnen te experimenteren met de practitioner op vaste dagen. En ook die vind je op de website. Maar verder zijn er heel veel leuke dingen. We hebben onze schatkist waar je naartoe kan. We hebben massa's interessante podcasts die zeker het beluisteren waard zijn. En waar je ook heel veel handvaten in zal vinden die jou ongetwijfeld nog meer zullen doen overwegen om zo'n NLP-training te beleven. En als je wil kennismaken met andere breinpiraten, dan hebben we elk jaar ook ons Breinpiraten Weekend. En het Breinpiraten Weekend is zo'n ideale bijeenkomst waar je met collega's breinpiraat, want we zijn tenslotte allemaal een beetje breinpiraat, samenkomt en dingen beleeft en ook opnieuw ervaringen meemaakt. Ja, dus het is voor elk wat wils. Hè. Dus je kunt inderdaad gewoon een keer zelf gras tuinen in onze podcast En vooral in de auto is dat leuk natuurlijk, om niet te laten inspireren. Of gewoon een keer langskomen en kennis te maken. Ja. Doen we. Goed. Over Hans Vlaanderenland. Ja, zelfs tot in het verre Ieper. Nee, Karel? Ja. Absoluut. Ja. Goed, ik wil jullie alvast ook bedanken om dit korte webinar voorzien te hebben van wat extra input en super relevante informatie. En luisteraars en kijkers, wij hopen jullie, het zij eens op een Parlee te ontmoeten, het zij jullie inschrijving voor een van onze practitioner trainingen te zien binnenlopen. Blijf ons volgen. Als je naar onze podcasts luistert, geef ze een likeje en dat helpt ons alleen maar hogerop in de statistieken en de luisterlijsten. En alvast bedankt om dit gevolg te hebben. Dat verdienen we. Ahoy. 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 Ahoy.